Ik ben begonnen op een zolderkamertje bij ons thuis. We woonden in een rijtjeswoning. We hadden het nodig op het bedrijf waar ik werkte. Dat was een elektrotechnisch bedrijf. Toen werd het zo druk dat ik denk van, ja, ik moet kiezen. Elektrotechniek of graveren. En toen hadden we alleen de techniek graveren in huis. Zijn we dat gaan doen? Dat ging eigenlijk waanzinnig goed. Ik kwam mijn zwager dit pand tegen. We hebben het helemaal verbouwd, helemaal van binnen en van buiten opgeknapt. En dit is wel geworden. Wij zijn Quick Graveerservice. Waar wij mee bezig zijn, is eigenlijk gewoon oppervlaktebewerking. Het begon met kleine plaatjes, aanduidingsplaatjes, start-stop en dat soort dingetjes. En nu maken we hele wegwijzingen voor hotels, voor de bouw, huisnummers laten we zeggen. Maar wegwijzingen voor hele grote bedrijven. Iedere branche is wel graveerwerk of lasertechniek of sublimatie. Er is gewoon behoefte voor ieder bedrijf. De klanten die wij hebben zijn zo divers uit de verschillende sectoren. Veelal in landbouwindustrie, machinemakerij, jachtbouwindustrie. Moet u denken aan typeplaten of aan consoleplaten die gegraveerd zijn. Tot aan gepolijst RVS, wat wij kunnen graveren. Wat met witte handschoenen werkt, voornamelijk gemaakt moet worden. Omdat er absoluut geen kras op mag komen. Daarbij moet u denken aan de landbouwindustrie, dat wij typeplaten voor de machines kunnen leveren. Andere plaatjes zijn de typeplaatjes voor u en voor mij aan de voordeur. En grotere andere platen zijn voor een machinebouwer in brandtechniek. Wat heel vaak voorkomt is toch wel logo's uit de kunststofsnijden bijvoorbeeld. Of het markeren van verschillende aluminium onderdelen. Dus daar logo's op zetten of teksten, noem het maar op. Maar we zitten ook in een hele andere hoek. Ook bijvoorbeeld in de fotografie komt ook bij ons met het maken van mooie platen die we printen of sublimeren. Wij doen dan ook harde materialen. Gewoon graveren gebeurt met een beitel. Je gaat met een beitel in het materiaal, dus je haalt een klein stukje weg. Vaak moet je dat inlakken. In aluminium moet dat sowieso en in RVS. Kunststof heb je dubbellaags materiaal. Dan graveer je de toplaag weg en dan blijft de onderlaag staan in een andere kleur. Lasergraveren is heel wat anders. Met een laserstraal brand je de teksten of symbolen op de kastjes zelf of op de platen. Het lasersnijden, daar hebben we een leuke markt in gevonden. Bijvoorbeeld RVS schakelkasten. Met onze machine kunnen wij gaten erin snijden, precies op maat, op de 100ste millimeter nauwkeurig. Wat we ook in huis hebben, dus het lasergraveren. Met een CO2 laserapparaat kunnen wij teksten in de toplaag van de kasten graveren of lasergraveren. Het is eigenlijk een soort inbranden. En dat gaat er ook nooit meer uit, blijft goed. En dat wordt vaak gebruikt voor buitentoepassingen. Weer en wind moet het staan, het moet gewoon 10, 15 jaar mee. En het blijft altijd goed, het is altijd te lezen. En het is veel en veel beter dan dat je er plakplaatjes op plakt met graveerwerk. Sublimeren is eigenlijk het verdampen van inkten die wij printen op een papier, een transferpapier. Die verdampen wij in de toplaag van aluminium. Maar het is niet zuiver aluminium, daar zit nog een bewerking over. Meestal een witte coatlaag en daar overheen nog een soort polyesterlaag. Als we dat verwarmen naar 200 graden en we zuigen een vacuüm of we persen hem, dat al de lucht ertussenuit is, dan verdampt de inkt uit het transferpapier in de toplaag. En als het weer afkoelt, dan sluit de poriën weer. En dan zit de inkt achter, of eigenlijk tussen die lagen, tussen de witte laag en de transparante laag. We hebben bijvoorbeeld in een badkamer een hele mooie tijgerprint gemaakt. Voor iemand die was helemaal weg van tijgers. In een keuken hebben we bijvoorbeeld hele mooie vissen hebben gemaakt in de wand. En iemand die kwam laatst met een idee van een nachtwacht ergens in een ruimte om op te hangen. Dat kan natuurlijk ook. Je kan er een soort schilderijen van maken. Je kan het overal hangen waar je wil. Een beetje het nieuws wat we doen is eigenlijk toch wel het metalen lasersnijden. Dat is echt wel een toegevoegde waarde van ons bedrijf. Daar snijden we dus onder andere aluminium mee, messing, RVS. En dan kun je dus echt van een kale plaat maak je een echt volwaardig product. We zijn ook in bezit van een UV-printer. Dan kunnen we eigenlijk op alle materialen een print zetten. Dat heeft natuurlijk heel veel voordelen. En de printer die we erop zetten is ook een UV-print. Dat betekent, het is net als bij de tandarts. Ze stoppen een goedje in je kies en met een UV-lamp hart het uit. En dat is met onze inkt ook zo. De inkt hart uit onder het printen. Dus het is ook duurzaam. Ik werk hier ongeveer 10 jaar nu. In het begin al wel in lasermachines waarmee je met kunststof en hout snijden. Maar nu hebben we ook een machine waarmee je metalen kunnen lasersnijden. Dus zo zijn we weer een stapje gegroeid. We hebben een UV-printer waardoor we verschillende materialen kunnen printen. De sublimatie, dat is ook in de loop der tijd bijgekomen. Dat zijn eigenlijk een beetje de dingen waar wij in zijn gegroeid in de loop der tijd.
Ik denk wel dat wij elke dag proberen mee te krijgen wat er speelt. Zowel de social media kanalen, beurzen die we eventueel af kunnen gaan om nieuwe innovatietechnieken mee te nemen. Op machinegebied en gewoon om het duurzaam verwerken van de orders. Om dat ook zo goed mogelijk tot stand te laten komen. Is niet altijd makkelijk, omdat je toch gewoon met materialen bezig bent die niet altijd duurzaam verwerkt kunnen worden. Maar dat is zeker iets waar we mee bezig zijn. Het is best wel uniek wat wij doen met z'n allen. Je hebt graveerbedrijven, je hebt mensen die lezen, je hebt bedrijven die sublimeren, soms wat dingen bij elkaar. Maar wij hebben eigenlijk alles in huis. We kunnen lezen, lasersnijden, graveren, sublimeren, noem maar op, alles wat we willen. Als een klant bij ons komt, kunnen ze hier altijd terecht. Hebben ze een idee, voor 99% komen we eruit. Nieuwe toepassing.